dat u dat helemaal in uw eentje hebt gedaan? Hoe, tante Emma heeft ook haar plankje bijgedragen. Ook bij het huis? Ja, ja. Oh. Ons oude huis was niet zo stevig, maar ik heb er die gnoortjes wel mee van die heks afgeholpen. Het huis ligt er nog, daar zijn we overheen gevlogen met die vliegende apen. Huh? Ah, hier was spekels. Goed, maar dan moeten we wel even vertellen waar ze liggen. Probeer het maar eens het keukenkastje onder het naaimandje. Ja, ik laat Toto wel even snuffelen. Gaat hij mee? Weet je nog dat we Lappie ook in een maïsveld ontmoet hebben? Ik ben zo benieuwd of hij zijn hersens al in gedachten heeft, want die zal die wel nodig hebben nou die koning is. Dit zou zijn broertje kunnen zijn. Misschien kan de tovenaar jou ook wel hersens geven of sta je er niet toe om te springen. Tada, ik heb hersens. Mag ik deze dans van u? Dat was mijn eerste dansles. Nooit gedacht dat ik nog eens eens zou walsen met een vogelversiek. Wat je liever Malambo? Het is veel leuker om koning te zijn van een paar gnoortjes dan een beetje boven het graan te staan. Dus ik denk niet dat Lappie zijn lappen nog eens aan een stok laat hangen. Doetje, waar bleef je dan met die spekels? Hè? Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dat dacht ik al. Hier heb ik wat brood voor je. Oh, bedankt. Het wil wel aardig groeien, hè, dit jaar. Ik vind het eigenlijk nog lekkerder ruiken dan een bosje bloemen. In het land van Oost staat het graan al zo hoog en het ruikt naar honing. Oeh, bakken ze daar al zoete broodjes? Ja, hoe weet u dat? Bent u er ook geweest? Oh, nee. Oh ja, ik heb dat schoentje nog niet kunnen vinden. Vindt u het goed als ik zelf nog even ga zoeken tussen het maïs? Ik was vergeten waar ik was geland, maar ik denk dat ik het nou weer weet te vinden. Ja, Ik ben voor het even terug. Heb je haar nog kunnen vinden? Ja, dat wel. Maar ze is nog steeds de weg kwijt. Ze denkt alleen maar aan die gnorken. Je zou bijna geloven dat ze echt in het land van ons is geweest. Dat kan ze toch niet allemaal gedroomd hebben? Als ik zeg, dan was er zo'n tovenaar. Wat denk je dan aan? Sprookjes. Juist. Ja, daar zou ik toch eigenlijk niet meer in mogen geloven op mijn leeftijd. Maar ja, het is ook zo mooi met al die regenbogen en heldere beekjes. Je hebt toch jakels? En mijn ploeg. Hoop dat Doortje snel die schoen van haar vindt, want dan kan ze zelf zien dat ze alles gedroomd heeft. Trouwens, Toto kijkt ook net alsof Doortje het grootste gelijk van de wereld heeft. Als ik jou toch maar eens mee gaan zoeken, want als Doortje nog meer van die verhalen vertelt, dan loop jij ook in roze wolkjes. Ik word hier nog kaal van. Of grijs. Dit is nog erger dan een speld in een hooiberg. Als ik hem in de lucht al verloren ben, kan hij ook wel bij de buurman terechtgekomen zijn. Ziet er niet meer uit eigenlijk. En op één been kun je niet lopen, of wel soms. Ik kan er in ieder geval de vuilnisbak een plezier mee doen, dat is zo'n schrok op. Nee. Zo, dat is het. Kunnen we meisjes? Ja! Ik ben zo blij dat ik met jullie mee mag. Ik had helemaal geen zin om hier alleen achter te blijven. Voortaan mag je altijd met ons mee, want telkens als we je alleen laten, ga je er met een orkaan vandoor. Zeg Hendrik, zullen we nog een rij of kun je alleen maar praten als de kar stilstaat? Allee, hop!
Ik hoop dat de wind stil blijft. Anders moeten we toch maar eens met de makelaar gaan praten over een huis en een meer of in de bergen. Zo zag de lucht er ook uit vlak voordat de tornado kwam. Nou, ik zie geen bergen, hoor. Ik zal wel meeliggen, ergens. Alles is nog hetzelfde. Zelfs de slager staat nog op dezelfde plek als toen. Ja, alleen zijn buik is nog wat meer naar voren gekomen. In Smaragdstad verkochten de slagers ook worstenbroodjes. Ligt dat niet in België? Wel nee, dat ligt in het land van Os. En in het midden van die stad staat een heel mooi paleis en daar is Lappen uw koning van. Oh ja, dat is waar ook. Volgens mij zijn uw schokbrekers versleten. De wegligging is veel slechter geworden, vindt u ook niet, tante Emma? Dat was vroeger beter, ja. Dat kent de schaak. Die neef van Jutzeeland is dat psychiater. Die moet maar weer als gauw komen logeren. Ja, ook dat nog. Oh, de circus! Wat een beesten, zie je nog, familie? We kunnen wel helpen. Ik heb net de tovenaar gezien. Oh, je bedoelt die goochelaar van het circus. Waarom geloven jullie me nou niet? Dat was echt de tovenaar van ons. Dat gezicht vergeet ik nooit. En die hoge hoed herken ik ook uit duizenden. Ik snap het niet meer. Oh. Hij heeft me zelf verteld dat hij eigenlijk een spreekstalmeester is in een circus en dat hij af en toe reclame maakt in een ballon. Dus als ik het goed begrijp, is het een goochelaar die ballonnen uit een hoge hoed tovert. Nee, hij maakt reclame voor ballonnen. Ik ga even aan hem vragen waarom hij me toen in de steek gelaten heeft in Os. Oh ja, ik zal meteen even voor jullie een lekkere suikersteen meenemen. Doe mij maar zo'n lekkere roze. We moeten gewoon maar een spelletje meespelen. Als ze maar dat we haar niet geloven, dan loopt ze weg. Dat kan toch niet eeuwig zo doorgaan, niet? Straks sluiten ze onder nog op in een gekke huis ergens. Erg, hè?